Hi en welkom bij Atori Fu Apoku. In deze aflevering, in Jezus Ning. Het begon allemaal toen mijn man zei cel. Dit lied gaat echt tot mensen hun hart spreken. Ik heb ernaar geluisterd en bij de eerste keer luisteren ernaar, kreeg ik al gelijk enkele woorden. Dus wist ik, nee, ik moet schrijven. Ik heb geschreven en dit lied is gebaseerd op zoveel bijbelteksten. In de video zie je ze voorbij komen, maar ik heb alleen de teksten laten opnemen die rechtstreeks, dus zo puur, uit de Bijbel gehaald zijn. Niet herschreven, maar gewoon zo puur uit de Bijbel. Dus als je in principe dit lied al kan zingen, dan kan je heel veel bijbelteksten. Nadat de tekst geschreven was, werd het tijd voor muziek. Laurens Gotsch maakte de track hiervoor. En het was toen de hoogste tijd voor de opname van de audio. Met dank aan Phil hebben we een hele leuke dag gehad in de studio. En ook voor dit lied mag ik vermelden dat het one take was. Dat wil zeggen, het is gewoon in één keer gezongen. Althans, de lead. Is dus semi-live. Na de audio werd het tijd voor de video. De videoopname werd gedaan door Verano Dulder. En we hadden een hele goede dag. Maar voordat je begint aan die opname moet je natuurlijk eerst de kapster bezoeken, want je haar moet er tenminste goed uitzien. Dus Gloria Salon die zorgde er weer voor dat ik er tenminste representable uitzag. Ten Saramakasa hebben we de clip geschoten en met dank aan de familie Leter hebben we genoten. Ze waren gastvrij, het was geweldig. De plek is echt het bezoeken waard. Look them up, contact them, Saramakasa. It was wonderful. En dit is het eindresultaat. Stay blessed, be blessed en claim alles in Jezus' name. Tot de volgende Atori Fu Apoku. En vergeet niet om een comment te droppen onder deze aflevering of onder het lied. Tot de volgende keer.